Hoi allemaal, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal. We staan weer in mijn keuken en dat kan natuurlijk maar één ding betekenen. Ik ga weer eens lekker wat bakken. Met de zomer in het vooruitzicht en het feit dat we natuurlijk allemaal wel een beetje graag er leuk uit willen zien in een bikini, dacht ik, ik ga een keer goede invloed op jullie hebben en ik ga weer iets gezonds bakken. Brim, rot op. En vriendin van mij is heel erg geobsedeerd met bananenbrood. Ik was vanochtend bij haar blijven slapen en zij is vanochtend mensen, dus in de tijd dat ik nog wacht op tukken, heeft zij bananenbrood gebakken. Ik heb er een stukje van gepakt en ik vond het echt hemels. Dus ik dacht, ik ga het zelf ook een keer maken. Ik heb een recept opgezocht. Ik heb wat spullen in huis gehaald. In principe zijn het niet echt hele lastige ingrediënten. Dus het is heel erg makkelijk te doen en heel erg makkelijk te maken. Ik zal het recept dat ik heb gebruikt in de beschrijving linken. Aangezien jullie weten dat ik altijd best wel slecht ben met hoeveelheden en zo. In ieder geval wat je nodig hebt is 3 bananen. Deze zijn best klein, dus ik heb misschien de tijd voor misschien nog één gaan pakken. Maar dat weet ik nog niet. Je hebt 100 gram havermout nodig. Dit is gewoon oatmeal. Deze kun je halen bij de Albert Heijn. Alleen je moet deze gaan malen zo in een keukenmaler. En dan komt er een soort van poeder uit als een soort van meel. Dan 80 gram volkoren tarwemeel. Zojuist kwam ik even achter dat ik de helft van mijn ingrediënten was vergeten. Dus ik ben weer terug. Je hebt ook 3 eetlepels kokosvet of olie nodig. 3 eetlepels honing nodig of agave siroop of zo. 1,5 eetlepel sojamelk of ander soort melk. Je kunt ook normale koemelk of amandelmelk, weet ik veel. En als laatste heb je wat bak... Vooral. Als laatste heb je nog hoeveel eetlepels? 2 theelepels bakpoeder nodig. Ik heb overigens ook walnoten. Die je kunt alle dingen toevoegen naar eigen smaak. Weet ik veel, cranberries, rozijnen, noten. Walnoten zijn gewoon mijn favoriete noten. Dus ik ga die er lekker doorheen gooien. Ik ga even die mixer pakken en dan ga ik even die havermout fixen. Het is nu al een troepje hier en ik ben nog niet eens begonnen. Ah, leuk. Ik ga beginnen met heel mijn havermout in een soort van poeder te doen. Volgens mij heb ik hem gelijk gemold. Ik ga nu 100 gram hiervan erin doen. Dit is de goedkoopste versie die ik kon vinden. Dus I'm scared as fuck en dan boeit toch niks. Oh nee. Kat, blijf buiten. Kat kan zulke rare geluiden maken. Ik word echt af en toe naar van. Nu gaan we dit in zo'n mixer doen. Dit is namelijk 100 gram. Oké, okay. Even een close-upje. Ziet er ongeveer zo uit. Als je nou scherp stellen. Hoi. Aha, there we go. Zo ziet het eruit. Als een soort van poeder. Het is niet erg als er nog een beetje klontjes in zitten. Stap 1 is de bananen gaan pakken. Volgens het recept is het de lekkerste bananenbrood ooit. Dus nou ja, daardoor heb ik wel een beetje hoop. Ik ben trouwens gisteren dus gaan carnavallen in Den Bosch. Het was echt zo grappig, echt zo gezellig. Ik was met 2 vriendinnetjes gegaan. Wat velen van jullie misschien niet weten, is dat eigenlijk mijn hele familie uit Maastricht komt. Ik heb daar eigenlijk ook een beetje mijn roots liggen. Dus ik ben eigenlijk al sinds klein kind altijd gaan carnavallen met mijn familie. Dit jaar dacht ik, ik ga eens een keer wat anders doen en ik ga lekker naar Den Bosch. Dus we zijn gewoon een dagje geweest, hebben we gewoon een trein rond 3 uur genomen met z'n de laatste trein teruggegaan. Dus we hebben niet helemaal die hard tot het einde doorgefeest. Maar dit was al echt heel erg leuk. Er zit daar dus gewoon een kerk waar je binnen een kroeg hebt zitten. Of ja, in ieder geval. Je komt er in ieder geval. Er was in ieder geval een feestje. Het heette volgens mij de Longerie of zo. En het was echt te leuk. Oké, de bananen zijn helemaal geprakt. En nu gaat de honing / agave siroop erbij. Dat waren 3 eetlepels. Dus dan pak ik even eetlepels. Ik heb ook gewoon niks qua lepels of zo gepakt. Honing is echt fucking plakkerig. Dus ik ga het er maar gewoon een beetje op gevoel op doen. Want anders heeft het gewoon geen zin. Zo. Ik denk dat dat wel genoeg moet zijn. Ach joh, ik ben een zoete kou, dus het maakt me ook niet uit als het iets te zoet is. Hoppatee, nog wat extra erbij. Dan moet er wat kokosvet bij. Er staat dat het niet erg is als de kokosvet een beetje klonterig blijft. Dus dan laat ik het maar gewoon zo. In de amperkom moeten we de havermoutmeel. En dan dus volkoren
tarwemeel. Je kunt ook speldmeel, maar dat was duurder. Dus ik dacht, nou, dan pak ik gewoon voor tarwemeel. En daar moest je 80 gram van doen. Dus daar hoor ik dan 80 gram van bij. En dan moest ik 2 theelepels bakpoeder. En dit moet je dan doorrollen. Oké, nu moet de bananenmixel bij het droge mixen. Oh, hier moet je dan ook de 2 eieren bij doen. Dit moet je met de vork roeren. Je moest nu ook de melk erbij doen. Dat was, oké, 1,5 lepel melk. Dus dat is niet heel veel. Het mooie aan dit recept is, het is makkelijk, het is lekker en het is gezond. Ik heb nog nooit zoiets meegemaakt. Nu is het tijd voor de extra's. En dit recept doet er van alles en nog wat in. Ik hou het lekker bezig en ik gooi er alleen een heel veel brood in. Je kan me saai noemen, maar je kan me ook gewoon slim noemen. Want je spleet niet zeker. Ik ben trouwens de walnoot ook nog een beetje aan het kleiner maken, want anders doet het pijn aan mijn tandjes. Oké, dit vind ik wel genoeg. Ik ga jullie nu even laten zien hoe het eruit ziet. Als het godverdomme ding nooit nog een keertje gaat scherpstellen. Aha. Het lijkt een beetje groen, maar dat is het niet. Dus dat is wel leuk. We gaan het nu in een bakblik doen. Aha. De oven is al voorverwarmd, hoor ik zojuist. Dat smaakt echt fucking lekker. Oké, nu gooi ik hem in de oven voor 45 minuten. Ik begin met 45 minuten, maar ik denk niet dat 45 minuten genoeg zou zijn. En dan kun je altijd nog 10 minuten langer doen of zo. En nu hoef je alleen nog maar te wachten. Dus, ik zie jullie over 45 minuten weer. Waarschijnlijk is de zon al weer. Dus dat is ook weer lekker gepland van mij. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik ben echt benieuwd. Want dan zou dit echt mijn nieuwe snack worden. Ik heb hem gewoon een keertje aan het recept gehouden. Ik heb hem zojuist uit het oven gehaald. En dit ziet er natuurlijk helemaal lekker uit. Vooral dit stukje. Ah, haar. Nee, maar volgens mij komt het helemaal goed. Ik ga hem even laten afkoelen. En dan over een kwartiertje ga ik proberen te snijden. Oké, ik heb hem zojuist aangesneden en ook gewoon gelijk opgegeten. Ik ga deze video gewoon lekker vloggend afsluiten. Het is ondertussen alweer donker geworden. En ik heb geen zin om heel veel licht aan te zetten. Het is echt heel erg lekker geworden. En echt gewoon, je zou niet denken dat het helemaal niet zo ongezond is. Grote aanrader, heel makkelijk te maken. Hij heeft er in totaal ongeveer 50 minuutjes ingezeten. Laat me weten als je dit ook een keer gaat maken. En dan zie ik jullie bij mijn volgende video. Doei doei!